houden spelletjes. Daar worden ze gelukkig van, denk ik. Of in ieder geval minder ongelukkig. Blind date, hoe vond je het gaan? Nou ja, kijk, het gekke doet zich voor dat hiervoor hebben we het voor 6 man in de zaal gespeeld. Ja. De afgelopen week, als we een doorlopen deden of een generale. En vandaag zaten er 600. En dat is wel even een andere sensatie, snap je? Ja. Maar, ja. Maar desalniettemin, ja, met in oogschouw genomen dat het de eerste was, ja, vond ik het eigenlijk heel erg leuk. Ja. En ja, we hebben fijn kunnen spelen en ik vond het publiek onwijs aandachtig luisteren en op de goede momenten ook wel loskomen. Het heeft natuurlijk ook iets heel, ja, een beetje absurdistisch, weet je wel. Ja. Het hele ding, 2 mensen die eigenlijk uit elkaar zijn, elkaar niet los kunnen laten en dan maar blind dates met elkaar gaan doen om in die vorm nog met elkaar, ja, te kunnen praten. Ja. In de hoop dat ze de liefde van vroeger terugvinden. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik deze stap er erg van genoten heb vanavond. Ja. Met Katja erbij, die wilde je altijd wel erbij hebben, volgens mij. Hè? Nou ja, kijk, ik zag de trailer van deze film toevallig weer een keer voorbij komen. En toen dacht ik, oh ja, dat is een mooi verhaal. Dat is wel triest, want de aanleiding is triest. Ze zijn hun kindje verloren. Ja. Maar het is ook wel heel mooi, omdat die mensen kunnen elkaar niet loslaten. En toen dacht ik, ja, nou ja, op een hele andere manier, maar toch herken ik daar wel wat in de relatie die ik met Katja heb. Ja. Ja. En, is dat iets zwaar dan, denk je? Taal, nou, of, nee, ja. Ze loopt gewoon weg. Of is dat ook ja, ja, nee, en wij zeggen straks weer, hey, lieverd. Ja, precies. Tot dinsdag. Tot dinsdag. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dus er zijn natuurlijk heel veel dingen anders. Ja. Maar wat wij wel hebben is, omdat we elkaar zo goed kennen, dat we een enorme gevoeligheid voor elkaar hebben. Ja. Dat je elkaar heel goed kent, dat ik precies weet, als zij zegt zonnebril, dan hoor ik wel ongeveer wat de stemming is. Snap je? Of, ja, ze chagrijnig is of vrolijk. Dus en die gevoeligheid voor elkaar is heel prettig als je met elkaar, ja, speelt. Of in ieder geval minder ongelukkig. Of in ieder geval minder alleen. Moet je nog niet denken, zeg maar, aan Theo van Gogh toen je die toneelbewerking deed? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Het leuke is dat hij een audiocommentaar in heeft gesproken. Volgens mij 1 jaar voor zijn dood. Ja. Dus toen ik begon met het maken van de bewerking, toen dacht ik, ik zet hem even aan. Ja. Dus heb ik eigenlijk samen met hem de film gekeken. Wat zie je er geroerd uit? Ja, dat er maar geen misverstand mag ontstaan bij de kijkers thuis. Het is niet zo dat ik nu al overman ben door ontroering, maar ik heb de afgelopen dagen op het water gefilmd en heb daarbij een oogontsteking opgelopen. Vandaag de première, 19 augustus. Ja, hè? Ja. Komt Sammy ook? Nou, onze dochter is wel een pittig. Ja, onze dochter is 8. Ja. Dus ik denk dat ze wel een keer niet naar de voorstelling komt kijken, maar gewoon een keer in de coulissen, dat ze snapt, ja, wat we aan het doen zijn als we 's avonds niet thuis zijn. Ja. Want het vergt natuurlijk ook wel de nodige uitleg. Ja. Maar Nee. Maar over een paar jaar kan je dat wel uitleggen wat fictie en werkelijkheid is. Ja, ja, het Igoné komt ook natuurlijk. Zeker, ja. Igoné komt zeker, ja. Indische hapjes die staan ook klaar natuurlijk. Absoluut. Daar ga ik wel vanuit. Nee, toch niet. Ja. Dat Indische, daar moet er toch wel in natuurlijk een beetje. Ja, nee, zeker. Die wachten thuis op mij met... ik heb trouwens... Boek. Nou, nee, Gado Gado had ze gisteravond had ze klaar. Heb je toch nooit gegeten? Had je nog nooit gegeten? Ja, nee, maar... In trommeltje. Nee, het stond gisteravond. We hadden hier de fotogeneralen met kostuums, alles erop aan. En toen kwam ik thuis, stond Gado Gado klaar.